En de bedoeling vandaag is kennis gaan maken met tafeltennis. Dat zal ik even zo meteen kort wat uitleggen. Tafeltennis gaat op 11 punten. In de wedstrijd vroeger ging dat tot de 21. Om de twee opslaan. Verder, opslag van tafeltennis zal ik even voordoen. Met tennis mag je alleen maar altijd schuin op gaan. Zo, hè. Tafeltennis noemen we dat diagonaal. Met tafeltennis mag je eigenlijk overal opslaan. Of dismontslag. Dus opgooien, eigen bedje, dan eigen kant en dan de andere kant. En dan moet je proberen te zorgen dat de tegenstander wel niet meer opstaat. Maar je hebt niet alleen een hamer nodig. Je moet er ook wat achter houden, het contragewicht. En dat noemen wij een tasje. Dit is een tasje. Deze is plat, dit is een platte tas. Nou, als je er een beetje op hebt alleen op school, wat lijkt het op? Ja. Op het komma. Heel goed, dit is een kommatas. Deze. Stempel. Ja, dat zeggen de meeste kinderen. Maar het gaat eigenlijk op die vallen. Deze lijkt een beetje op een treinrails. Ja. Zie je, hier heb je een trein alweer. Oh, ja, en hier is een. En die zit thuis in de grond. En dat noemen wij een railtas. Leuker. Als je heel lang met een platte kant van een hamer. Ja. Heel tijd op dezelfde plek zou slaan. Dan wordt het plaat eigenlijk steeds dunner. Want als je altijd op dezelfde plek slaat. Ja. En dan wordt het groter. Dus je krijgt een rek in. En dan is het hetzelfde als een cola blikje, zeg maar. Pingpong, pingpong. Dat je het erin kunt drukken, weet je wel. Dat willen wij niet hebben, want die auto moet stevig zijn. Dan gebruiken wij die wafelhamer, dan sla je eigenlijk alleen maar hele kleine puntjes erin. En dan krimpt je materiaal. En dan wordt het stevig van. Hier is de deuk. Moet je hier ook halen. Helemaal goed, toch?